Nee. Ja, en je hebt geen grip meer, hè? Nee, jammer, joh. Nee. Zitten. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 23 april 2021. En het is net 20 over 10 geweest. Ja, en voor de rest wensen we jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hi kereltje. Hey. Ja, en je hebt geen grip meer, hè? Nee, jammer, joh. Nee. Ja, maar ik ga even naar de keuken. Ik ga eventjes wat eten pakken. En waarschijnlijk even iets warm eten wat ik gisteren had gemaakt. Lekker macaroni, mais en lekker shawarma. Lekker, heb ik gewoon zin in. Dus dat ga ik lekker even opwarmen. Waarom ook niet? Ja hoor, ik wel. Hoi meisje. Nee, kom maar. Kom. Kom dan. Alle drie de dames weer. Alleen ze gaan allemaal een andere kant op. En toen was het al inmiddels al, zo laat. 17:50 of zo. Nee. Oh, dames, mag ik eventjes de tijd even laten zien? Mag ik even de tijd laten zien? Zo laat dus. Eventjes met de twee dames. Met de drie dames even uit. En wat gaan we eten vanavond? Ja, dat gaan we eten vanavond. Zo waren we met meiskorrels. Zoete meiskorrels. Maar met wat? Dat laat ik jullie straks zien hoe ik het ga maken. Ja, dus er komt waarschijnlijk weer een leuke kleine kookvlogje aan. Jee! Waar zijn we net geweest? Ja, je kan het al raden. Daar, ja, we zijn daar weer geweest. Jee! Bij onze liefdallige mal, ja. Yummy. Ja, Andy. Maar ik ga dit opeten. Check jullie zo meteen. Thuis. We zijn weer bij huis. We zitten nog wel in de auto, want Rodi gaat zo naar huis. Hij. Die gaat nog eventjes bijslapen en studeren en daarna slapen. Want jij moet morgen om 6:30 beginnen, toch? Ja, 5 uur opstaan. 5 uur opstaan en dan tot en met 2:30. Dan is hij rond 3 uur bij mij. En dan gaat hij de hondjes ophalen en dan kan ik ook nog weer even bijtinken, denk ik zo. Dus jij eet vanavond alleen. Jij gaat lekker slapen zo. Dat ook. Hè? Dat ook. Dat ook? Mm-hmm. Waarom dat ook? Vertel. Nou, eten en slapen. Ja. Dus ook in slaap, ja. Ja, is dat zo? Hou je nog een beetje van me? Ja. Dit zeker. Ik hou ook van jou, schat. Oké, en mijn kind. Ik, qua persoon, hou ik, en met jou getrouwd te zijn, hou ik heel veel van jou. Ja. Als je niet met mij getrouwd was, houd je nog van mij? Ja, ook dan. Dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. Je kunt het zo gaan schrijven. Ja, is goed. Dan regel jij het? Ja. Is goed. Ik heb zo van je schijnen. Ja, ik ook van jou. Sorry. Top. Dus, toppie. Ja, die glimlachje wil ik vaker zien van jou. Kijk eens. Nee, en die andere leuke glimlach. Ja, ik ben al dus weer lekker thuis binnen. Ik heb net post gehad en van mijn woningstichting. Ik heb dit jaar een huurbevriezing. Yes. Maar, ik heb ook een pakketje binnen. Ja. Dat is speciaal voor deze telefoon. Als je dus oortjes in wil of wat dan ook.
Dus ik ga hem gezellig met jullie openmaken. Dus als jullie benieuwd zijn, ik zeg blijf lekker kijken. Ik ga even mijn dingetje afhalen. Kijk, dan kan ik alles laten zien. Nou, ik ga hem hier openmaken. Oeh, wat zou erin zitten? Heel klein pakketje. Zo'n groot doosje voor zo'n klein pakketje. Oké. Nou, we gaan hem verder openmaken. Het is namelijk Play Music, Calling and Charging. Kijk, ik weet niet of je dit kunt zien. Vast wel. Als ik het goed doe. Ja, kijk. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Nou, dan ga ik hem uitpakken. Ik moet hem zo houden. Hey. Zo, dit is een klein dingetje. Hey, jongens, kijk, als je dit al moet bekijken. Het is zo'n klein dingetje. Gaaf. Er zit ook een hele mooie dopje op. Dus die kan ik dus in mijn telefoon doen. Heel grappig. Heel mooi. Helemaal top. Nou, ik ga hem uitproberen. En ik ga mijn mama bellen dat ik hem binnen heb. Misschien heeft mama hem ook al binnen. Dat weet ik niet. Mama heeft hem ook namelijk besteld. Dus gekocht via Amazon. Dus woensdag besteld. En dus nu alweer in huis. Dus voor 11 nog wat. Normaal zijn ze helemaal duurder. Dus ik ga mama bellen. Zitten blijven. Zo. Zitten. Ik wil jullie wel heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat zeker een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.